Herman van der Looy, komende zondag tegen Go Ahead Eagles. Je zit in de winningmoed met Heracles, een overwinning op NEC en Heerenveen. Go Ahead lijkt me net een tandje beter nog. Ja, dat klopt. En zij zitten ook in een goede flow, om het te zeggen. Ook 7 punten uit de laatste 3 wedstrijden. Maar wij ook, dus we gaan daar wel met een goed gemoed naartoe. Maar we weten ook wel dat het een pittige klus wordt. Maar we kijken er ook alweer naar uit om ons te meten met een nog sterkere tegenstander. Wat vind je van Go Ahead als ploeg? Hoe kun je ze aanpakken? Nou ja, we zullen ze gewoon weer moeten aanpakken zoals we de laatste wedstrijd ook hebben gedaan. Heel veel energie erin stoppen, keihard werken met elkaar. Proberen goed te voetballen op momenten dat het kan. Ja, wij moeten wel ook wel een beetje beducht zijn op hun, want zij kunnen en goed voetballen, maar zij hebben ook wel wat fysieke kracht. Meer dan Heerenveen en NEC. Ja, ja. En vind je ook dat zij meer individuele kwaliteiten hebben dan Heracles, waardoor wij het meer als collectief moeten hebben? Wow, ik vind wel dat wij het van collectief moeten hebben, maar ik zou onze eigen spelers niet onderschatten om zomaar de spelers van Go Ahead heel veel beter te noemen. Maar ook zij hebben goede spelers, maar ik denk dat wij ook goede spelers hebben. Wat wordt de opstelling? Is dat vergelijkbaar als de afgelopen week tegen Heerenveen? Nou ja, iedereen die mij kent weet dat ik de opstelling eigenlijk nooit bekend maak. Dus dat ga ik nu ook niet doen. Er zijn wel geblesseerden die terugkomen. Sambrek bijvoorbeeld? Ja, Sambrek heeft getraind. Helaas kon hij maandag niet meedoen met de wedstrijd die we speelden, een oefenwedstrijd. Omdat hij nog wat enkelklachten had. Maar daarna is hij aangesloten. Dus als dat goed gaat en hij komt morgen er goed doorheen, dan is hij er gewoon bij. Je hebt maandag geoefend met de reserve, zeg maar, tegen Utrecht. Ja, eigenlijk zijn dat mensen die zo kunnen invallen, hè? Ja, zeker. Dat is ook hartstikke mooi. Dus die groep die wordt steeds beter en beter. En dat zie je ook op de training. Voor de basis wordt het steeds moeilijker om te winnen. En wordt de weerstand steeds hoger. Dus dat is alleen maar goed, want er wordt die basis beter van. En dat hebben ze eigenlijk bevestigd afgelopen maandag in die wedstrijd tegen FC Utrecht.